Redders en bergers hebben al een paar eeuwen een haat-liefdeverhouding. De KNRM, de reddingsmaatschappij, ergert zich aan commerciële bergers en de bergers vinden de KNRM valse concurrenten. Er worden zo nu en dan afspraken gemaakt en soms zelfs in een convenant vastgelegd. Maar in de praktijk blijkt telkens weer dat beide groepen zich niet aan de afspraken houden. Op Terschelling was er zelfs een convenant tussen de KNRM en Berger Noordgat. Dat convenant is nu opgezegd door de KNRM. De strijd tussen de redders en de bergers is de laatste jaren zodanig verhard dat er volgens KNRM-directeur Roemer Boogaard van samenwerking geen sprake meer is. Dus simpel eigenlijk verandert er niets door de opzegging van het convenant.